gamers, vandaag gaan we Fortnite spelen op de Nintendo Switch. Ik ben er helemaal klaar voor. Ja, ik hoor ook heel veel van Fortnite video's dat Tilt Towers weer terug was. Ja, ik ben natuurlijk super blij mee, dus ja. En ik heb net even deze glider. Ik vind hem wel cool. Ja. Go. We gaan bijna in de game. Laat ook even in de reacties weten wat jullie lievelingsconsole is. Mijn is denk de PlayStation, denk ik. Nintendo ook wel, want ja, natuurlijk kan je video's wel wat beter op de PlayStation maken dan op de Nintendo. Dus dat is zeker wel. Zo. Hé, hey, ik heb het dan ook. En ja, natuurlijk gaan we Tilt Towers landen. Ik speelde vroeger niet echt Fortnite. Mijn broer had het wel. Meteen toen het uitkwam, toen had hij het wel. Maar ik speelde nooit echt. Ik speel het soms. Maar hij had gewoon. Hij heeft ook heel veel tryhard skins. Zo. Ik vind deze glide echt best wel vet. En we gaan gewoon proberen om een potje te winnen. Zo. Het oude vertrouwde huis. Ik lag wel een beetje. Wow. Ik lag echt. Goeie verbinding, hè? Ik zit er boven. Slimste idee wat je kan verzinnen. Oh, ja. Lekker, het gaat echt super goed. Oké. Nu komt we maken hierin Koent kapot. Oké, wat is dit? Hallo? Kan. Eindelijk. Huh? Oh. Mijn dingen zaten hier. Ik dacht al. Ik ging opeens vooruit lopen. Hey, tomato, wat een dansje. Wat? Wat is dit? Oké, dit is niet echt een goed plan om video te maken, maar ik ga door. Hallo, tomato. Tomato. Clean brushes. Glitch wel echt hard. Zijn hier ook nog mensen? Ik snap niet dat mensen niet landen bij Tilted. Want het is toch gewoon wel een oud vertrouwd plekje. Mensen zeggen, het gaat ook weer weg. Het gaat weer kapot. En dat vind ik gewoon. Ja, ik word een beetje ageum. Ik kan het woord niet eens uitspreken. Ik word er een beetje verdrietig van dat het weer kapot gaat. En dat was mijn mededeling. Lekker. Glitch hoor. Waar is die guy?